Blaast maar. Blaast maar. Draaien, blijven draaien. Hard blazen in het begin. En goed naar uw glas blijven kijken. Zo, dat het mooi gecentreerd blijft. Hè? Het voorbije weekend kon je in het Glazenhuis in Lommel deelnemen aan een workshop glasblazen. En met de kerstperiode voor de deur moet je natuurlijk niet lang nadenken wat je wil maken. Een kerstbal. Om aan de kerstboom te hangen. Oké. Stel voor dat we hier een steeltje aan gaan zitten, ja? Mama had mij opgebeld om te vragen of ik ook geen woesting had om een kerstbal te komen blazen. En we zijn van Lommel, dus ik dacht, zullen we dat maar eens doen voor een mooie kerstbal in de kerstboom te hangen. We gaan dan eerst, zoals je ziet, naar de oven. Ze warmen die stokken op. Dan moet je zo in dat glas draaien. 2 tot 3 slagen, dan komen we hier naar de bank. Eerst met dat houten ding het glas vormen en dan mogen we blazen. Lotte legt het uit alsof het een fluitje van een cent is. Stop. Ai, dat is te veel geblazen. Maar echt gemakkelijk is het toch niet. Niet altijd, omdat je de hele tijd moet blijven draaien. En aan de tijd is het toch wel een beetje warm, ook aan het worden aan de oven. En dan geef ik er een tikje op. Ja. Ik zal het afknippen en dan moet ik het haakje maken. Lotte is. Oké. Okay. Ik heb hier een kerstbal geblazen. Het was heel fijn. Telkens als we hier voorbij komen, dan gaan we toch altijd eens kijken. En ze was al wel een tijdje geïnteresseerd in glasblazen. Dus ik zag die advertentie en ik dacht, ik ga dat als verrassing voor mijn kinderen een keer reserveren. Hè. Dus het was voor hen inderdaad ook wel leuk om het vandaag eens te doen. Ik heb eentje gewoon helemaal schijnend en eentje in blauw. Ook het atelier van het Glazen Huis staat volledig in het teken van einde jaar. Naast kerstballen vind je er ook heel wat producten om de tafel te versieren. Een zelfgemaakte kerstbal is niet alleen een mooie herinnering aan een leuke ervaring, het kan ook een uniek kerstcadeautje zijn. Maar om de kerstballen in de boom te kunnen hangen, moet je natuurlijk wel eerst een kerstboom hebben. Die zou normaal gezien deze voormiddag komen. Dus ik kan hem deze namiddag lekker gaan versieren.